Deze beschouwing die gaat over economie. En ik heb er al drie beschouwingen over gedaan. Die vind ik allemaal stuk voor stuk erg goed gelukt. Ik zal er een korte samenvatting van geven nu. Maar voordat ik daaraan ga beginnen, even kort reclame voor mijn YouTube-kanaal. Want daar gaat het hartstikke goed mee. Dat... Ja, of dat nou te maken heeft met dat ik daar de laatste tijd echt reclame voor maak. Of niet, dat weet ik niet. Maar het gaat echt goed met mijn kanaal. Ik, had, ik schommelde zo rond de 60 abonnees. Ja, ik heb er nu 68. Maar je zeggen, ja, er zijn er geen 20.000, want eh, dat zie je heel vaak. Hebben ze 20.000 abonnees? Ja, maar dat zijn kattenfilmpjes en hondenfilmpjes. Ik heb het over verstandige dingen en kennisvermeerdering En ja, daar staat niet iedereen open voor. Heel veel mensen denken van, oh nee, als ik naar Perry luister, dan ga ik dingen leren. En ik ben al zo moe. Ja, moet je dat niet doen. <laughs> maar er zijn dat is 68 mensen in Nederland. En die hebben zoiets van: Nou. Als er iets te leren valt. Oe, dan wil ik dan wel luisteren. Dat vind ik toch tof? En wat ik ook zie is dat de gemiddelde luistertijd. die, die schommelde altijd zo rond een kwartier. En de laatste tijd gaat die naar de bijna 19 minuten. Nou, er is maar 4 minuten extra, maar. Nou, ik merk dat wel op. En per dag kijken er nou gemiddeld toch meer dan 30 mensen. Elke dag hè. En er zijn dagen bij, dan score ik 60 man. Maar minimaal een mannetje of 30 hoor. Ik pak even mijn thee erbij. Misschien dat jullie dat ook moeten doen, want we gaan het heel zuinig aanpakken. We gaan het hebben over economie. Hé, hey, maar het kanaal van mij gaat het prima. En dat kanaal is gratis. Dat is ook heel fijn. En je hebt geen reclame. Nou, dat is ook allemaal hartstikke fijn qua economie. Ook fijn voor mij dat het mij niks kost, maar het kost jullie dus ook niks. Kijk, en dat moet je hebben. Dat is allemaal gratis. Maar Perry, hoe kan het nou dat YouTube zo'n mooie dienstverlening helemaal gratis verstrikt? Dat is een hele goede vraag. Want als ik daar zo'n businessmodelletje voor zou schrijven... en ik ga naar een bank en ik zeg... nou, ik ga een gratis dienst aanbieden op het internet. En, en dan kijkt die bank me zo aan van ja, wat gaat de kosten? En dan moet je weten dat die jongens van YouTube... jongens en meisjes van YouTube, een beetje inclusief blijven... Dat, die hebben een partij computers nodig, man. Wow! De stroomrekening alleen al van YouTube... Daar heeft niemand het over, hè? Maar YouTube is niet CO2-neutraal, hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Je hebt een stroomrekening, man. Ja, dat wordt allemaal betaald uit de advertentieinkomsten. Hey, ja, ja, ja. Ja, je loeft dat. Hé, dat is... Ik, ik heb daar nooit van een bedrijf als YouTube heb ik nooit bedrijfscijfers gezien, een verlies en winstrekening over een bepaald jaar helemaal nooit. Ik vraag me af of die lui überhaupt winst draaien. Ik denk dat ze dat hele spulletje opgezet hebben met als doel. Dat ze zo mooi in de gaten kunnen houden waar Jan met de pet en Mien met de plu het zoal over heeft. En dat ze ook via de zoekalgoritmes kunnen bepalen wat mensen zoal te zien krijgen. Daar moeten ze heel voorzichtig mee zijn, want anders gaat iedereen roepen, ah, censuur! Maar als de pleuris uitbreekt en ze hebben geen zin dat iemand als ik bijvoorbeeld nog iets te vertellen heb op het internet, ja dan word ik uitgeschakeld. En niet dat ik uitgeschakeld word in fysieke zin, nee, mijn kanaal wordt uitgezet. Natuurlijk, dat nou. Maar het is nu nog niet, dus nu is het allemaal nog gratis. En voor mij ook, en voor jullie ook. En dat is heel economisch. Dus dat is toch goed, joh. Allemaal blij zijn. Allemaal de neusjes omhoog. Oh, wat is het toch gratis. En dat er een agenda achter zit, wat maakt het uit? Niet zo moeilijk over doen. Nou, in die vorige uitzendingen over economie heb ik verteld dat economie. Uh, daar, wordt er, uh, daar wordt over gedaan. Van, ja, soms gaat het beter en soms gaat het slechter. En soms heb je dingen als werkeloosheid en dat is dan niet goed. En. Dan heb je tegenvallende exportcijfers. En het is dan weer niet goed. En dan trekt de economie weer aan. En lalalala. Maar dat is theater. Dat is net zo waardevol als de nieuwe revue van André van Duin. Daar gaat het helemaal niet om. Wat ze doen is dat ze ons laten werken. Met het gevoel dat we werken voor ons eigen belang. Of het belang van. Onze zieke, zieke overbuurvrouw. Maar dat we het wel hebben voor ons allemaal. Terwijl meer dan de helft van onze toegevoegde waarden. en daar moet je in denken. Je, je staat s morgens op. en dan ga je wat doen. en aan het eind van de dag heb je dat allemaal gedaan. en dan heb jij waarde toegevoegd. Ik, ik ben nu een schoonmaker in de gehandicaptenzorg. En als ik aan het einde van de dag thuis kom. dan zijn er allemaal toiletten schoongemaakt. En ja, die worden natuurlijk wel weer vies gemaakt. maar ze moeten schoongemaakt worden, elke dag. Gangen moeten gedwijld worden. En, nou, soms mag ik ook helpen met eten koken. Dat vind ik ook leuk. Hè? Nou, dat is de waarde die ik toevoeg. Nou, dan kun je zeggen, well, oh, dat levert helemaal niks op. Want wat heb je nou? En die gehandicapten, ze kosten alleen maar geld. Ja, dat klopt. Maar als je niet zorgt voor die gehandicapten, dan krijg je een, een barbaarse maatschappij. En als je, kortom, als je stopt met het zorgen voor gehandicapte mensen, dan gaat er nog meer stoppen. En dat wil je niet. Dus er moet gezorgd worden voor die gehandicapte mensen, want anders krijg je een barbaarse maatschappij. Als kinderen in de gaten krijgen dat er voor gehandicapte mensen helemaal niet wordt gezorgd. dan gaan kinderen dat gedrag overnemen. Die kinderen worden dan volwassen. en die gaan dan vervolgens ook niet meer zorgen voor jou. als jij een gebroken heup hebt en in de ziekenhuis belandt. Want die denken, oh, mijn vader is gehandicapt. voor gehandicapten wordt niet gezorgd. dus hoef ik voor mijn vader niet te zorgen. Snap je? Dus er moet. en ja, dat is dan mijn toegevoegde waarde. dat ik als het ware. Uh, Vorm geef, invulling geef aan. menselijkheid in Nederland. Of in Arnhem. Gelderland. Nou, zo zijn er zijn mensen. die ken ik en die repareren fietsen. Nou, ja, dat is hun toegevoegde waarde. En. Nou, verzin maar wat. Er zijn ook beroepen die hebben. Zo goed als geen toegevoegde waarde, omdat ze veroorzaakt worden door de overheid. De overheid creëert beroepen. Beroepen die er alleen maar zijn omdat er een overheid is. Als die overheid er niet zou zijn, dan zouden die beroepen niet nodig zijn. En dan zouden die mensen wat nuttigs kunnen gaan doen. Een dergelijk beroep is bijvoorbeeld belastingadviseur. Dat is een onzinnig beroep. Ja, maar de belastingwetgeving in Nederland is dermate ingewikkeld geworden dat jij als ondernemer, wanneer je niet een belastingadviseur in dienst neemt, dan ga je te veel belasting betalen. Nou, het probleem is eenvoudig te verhelpen door de belastingwetgeving in Nederland zo eenvoudig te houden dat iedereen zelf kan uitrekenen wat voor belasting die moet gaan betalen. En hoeveel dat dan is. Maar ja, als we de belastingwetgeving zo inzichtelijk maken. dan hebben wij in één keer in de gaten. dat we ongelooflijk veel belasting betalen. En dat vinden wij dan niet eerlijk. en dan komen we in opstand. En dan zijn uh, Hully de inkomstenbron kwijt. en daar zitten ze niet op te wachten. Dus komen ze met een heel ingewikkeld systeem van belastingen. wat aan elkaar hangt van zogenaamd de medemenselijkheid. en de sociale normen. En er zijn regeltje dit en regeltje dat en regeltje zus en regeltje zo. Ja, en dan heb je dus een belastingadviseur nodig. Maar die mens heeft dus geen toegevoegde waarde, zoals een fietsenmaker of zoals ik. Hij heeft natuurlijk wel toegevoegde waarde dat hij voorkomt dat de overheid te veel belasting ontvangt, wat je niet wil. Maar ja, het is meer zoiets van, uh, ja, er loopt een dief in de ronde en die jat maar en daar doen we niks aan. En we gaan vervolgens uh, allemaal uh, ja, extra sloten monteren ofzo. Op onze deuren. Maar je moet die dief aanpakken. En tot op zekere hoogte kan je ook stellen dat mensen die bij de boekhouding werken, ja, die zijn bovenmatig bezig met onzin te administreren. Voor een deel is een boekhouder iemand met een, een toegevoegde waarde. Het hele bedrijf loopt hard te werken. En de directie wil toch echt weten uh, welke afdelingen uh, het meeste waarde toevoegen en welke afdelingen nou het meeste opleveren. En welke, uh, welke afdelingen het meeste kosten. Een afdeling die het meeste kost en het minste oplevert en de minste toegevoegde waarde heeft. Want die twee zijn ook nog verschillend. Je kan, een hele... nou, je kan ook een afdeling hebben die voor het bedrijf veel toevoegt qua waarde, maar weinig oplevert. Dus een schoonmaakafdeling of zo. Nou, je wil het in de gaten houden wat het allemaal kost. Nou, en dat moet iemand bijhouden. Dat is een toegevoegde waarde. Een boekhouder in Nederland die is bezig met de meest ongelooflijk stupide dingen. Dan neem zoiets als vakantiegeld. Ja, wie heeft dat nou weer om uh, verzonnen? Weet jij het? Weet ik het? Vakantiegeld, dat is, dan denk je, oh, dat vind ik leuk. Ja, dan krijg ik als weer vakantie. Oh, dan krijg ik geld. Wat is dat dan van? Ja, dat is onzin. Ja, in principe was het vroeger zo. dat je aan het einde van de week. aan het begin van de sabbat. Uh, kreeg jij je geld. Namelijk op vrijdag. En als de zon onderging op sabbat. Dan, uh, dan was je dus klaar met werken. had je je geld gekregen en dan, uh, dan, dan. heb je je rustdag. Met de poen die je die week verdiend hebt. En dan heb je ook nog zoiets als vakantietijd. Dat je dan. Uh, Vrije dagen aan één stuk op kan nemen. En dan zou je een reisje kunnen gaan maken naar Tirol. En daar wil je dan voor sparen. Daar, je zal er wel voor moeten sparen, maar dat wil je dan ook. Ik denk, ik ga naar Tirol. En dan, dan doe je dat toch. Dan stop je het in een oude sok. Of je gaat naar een bank toe en dan doe je daar de bankrekening. Het is een kwestie van risico afwegen. Waar is je geld het veiligste? Nee, je werkgever gaat het voor je sparen. Nou, dat is dus echt niet nodig, hè? Punt. Hetzelfde geld voor dertiende maand uitkeringen en zo. Dus hou toch op. Want er wordt allemaal weer bijzonder belast. Via schaal, dit en niveau, dat. En... En dan kom je in de roze tabel. Of in de gele tabel. Of de, de wit-blauwe tabel. En, de... en allemaal mensen zitten daar. Oh ja, dat is ook zo. Weer. Hier in Arnhem zit een bedrijf. En hun toegevoegde waarde is dat ze de loonadministratie voor je doen. Dan kan je het nog gekker verzinnen? Nee, iemand die. Die werkt voor jou. En dan ga jij dus kijken wat die persoon aan waarde voor jouw bedrijf toevoegt. Nou, stel dat hij voegt per dag 100 euro aan waarde toe. En dan zeg je van, nou ja, dan kan ik hem niet 100 euro geven, want dan heb ik zelf helemaal niks. Dus dan zeg je van, nou, spreek je met zo iemand af, van nou, dan, dan krijg jij 60% van je toegevoegde waarde. Dus ik krijg 60 euro per dag. Alsjeblieft. Doeg. Nou, en dan doe je dat per week uitkeren. Nou, dan heb je aan het einde van de week, heb je, stel dat je zes uh, dagen zou werken, dan heb je 60 keer 60 euro. Dat is uh, 360 euro, alsjeblieft. Nou, dat is natuurlijk niet genoeg om van te leven, maar nou, in een week, nou, zo net mm, als je economisch denkt. Hè, nee, dan gaat er een bedrijf die gaat dat allemaal voor jou bijhouden. En dan zou je denken, wat een onzin. Nou, dat is geen onzin, want dat is ongelooflijk ingewikkeld, die loonbelasting. Als er iemand uh, twee katten thuis heeft, waarvan eentje in een rolstoel zit. Een kat in een rolstoel kan dat? Nou, volgens de loonbelastingwet, heus hoor. En dan krijgt ze iemand een uh, rolstoelkatkortingsvergoedingfonds of zo. Of die heeft een, uh, een uh, bijna uitgestorven plantensoort in de tuin staan. En die plantensoort die heeft bladluis. Nou, en dan krijgt die korting op ze. Zijn... <laughs> ja, ga hem er maar even aanstaan. Nou, ja, is verschrikkelijk ingewikkeld. Daar word je niet blij van. En dat zijn het. Ja, die mensen die voegen wel waarde toe, maar die kunnen. die waarde toevoeging heeft alleen maar een nut bij ridicule loonbelastingregelgeving. Want loonbelasting, om er even op terug te komen. Kijk, het is niet meer dan logisch dan dat de overheid over de toegevoegde waarde van de samenleving, dat de overheid daar een deel van krijgt. Het magische woord was vroeger een tiende. Een tiende van de, de toegevoegde waarde, en dan kijk je naar de bedrijven. Dat is genoeg. Er is ergens een punt, daar wordt de waarde toegevoegd. Nou, dat zijn de bedrijven. Lijkt me de rol wie dus. Het kan ook een eenmansbedrijf zijn, dat is ook goed. En dan ben jij een bedrijf in je eentje. Dat is een bedrijf van één medewerker. Nou, en dan kan ik ook een bedrijf hebben van tien medewerkers. Nou, dat bedrijf heeft een toegevoegde waarde. Dan komt er dus per maand komt er, zeg maar iets van, laten we zeggen, duizend komt er binnen. Nou, dat bedrijf dat heeft ook kosten. Zeg uh, 600 aan kosten. Want er moeten materialen worden gekocht. Maar er moet een elektriciteitsrekening betaald worden. En er moeten salarissen uitgekeerd worden. En dat is alles bij elkaar 600. Even voor het rekenenwerk. En dan blijft er 400 over. Nou, en dan spreek je met z'n allen af. Van die 400, dus de winst van een onderneming. Wat mag een ondernemer daarvan uh, zelf houden? Ja, niet alles. Dat lijkt me nogal wides. Dus, ja, dan heb je het over 20% of zo. Dat, uh, ja, dat, dat mag de onderneming zelf houden. Of 30% of 40% of 60%. je dus zeg maar. Maar daar moet een percentage van naar de algemene middelen toe. Bijvoorbeeld voor de gehandicaptenzorg. Kijk, je kan moeilijk verwachten van ouders die een uh, zwaar mismaakt kind ter wereld brengen. dat ze zelf opdraaien voor die kosten. Dat is schier onbetaalbaar. Ik heb dat gezien. Ik... Ja, er zijn mensen die zijn zo mismaakt. die kunnen niet zelf eten. die kunnen niet zelfstandig naar het toilet. die helemaal die niks. Die hebben elke dag zo goed als één op één begeleiding nodig. Plus nog zo'n maloot alle la periwinkel die in de rondte loopt met een swabber. Maar tel uit je winst. Verzorging van zo'n gehandicapte, de, de kost 500 euro per dag. Gok ik? heb ik over die zware gevallen. Dat tikt aan hoor. Nou, dat kunnen die ouders nooit ophoesten. Met andere woorden, als je dat niet vanuit de algemene middelen gaat ingrijpen, dan rest je als ouder geen andere uh, mogelijkheid dan dat je je kind. Ja, nou ja, hoor, laten we maar niet uh, denken in alternatieven. Maar dat wordt dus heel vervelend, en dat wil je niet. Nou, en bijvoorbeeld voor de gehandicaptenzorg moet daar uh, er moet een budget voor zijn. En dan terug naar zo'n onderneming. Kijk, een onderneming die heeft dan zoveel, ik zou eisen dat iedere onderneming alle inkomsten netjes noteert met een factuurstelsel, want ja ik zou het ook niet meer dan logisch vinden dat een, een bestelling van een klant die stop je al in een systeem en dan wordt die bestelling geëffectueerd met een levering die gaat ook in hetzelfde systeem, en dan wordt die levering wordt verzilverd middels een factuur die gaat ook in het systeem en in hetzelfde systeem wordt ook de betaling geregistreerd. Nou, dan weet je dus alles als ondernemer, wil je toch weten. Van jouw bedrijfsvoering. Nou, hetzelfde gaat aan de crediteurenkant. Precies hetzelfde. Je bestelt wat bij een leverancier. Die bestelling gaat in je systeem. Nou, die leverancier die levert die goederen. Dat ding gaat ook in jouw systeem. En dan krijg je de effectuering namens je crediteur. Dat gaat met een factuur, een inkoopfactuur. Dat gaat ook in jouw systeem. En die betaal je. En dat gaat ook in jouw systeem. Dan kan je precies zien als toezichthouder. hoeveel een bedrijf binnenkrijgt. en wat het kwijt is aan kosten. Punt. Let wel dat ik het gebruik het begrip BTW niet, hè? Belasting op de toegevoegde waarde, want dat is dubbelzegging. Belasting is namelijk van nature op de toegevoegde waarde. Een bedrijf voegt namelijk waarde toe. Nou, zo'n bedrijf heeft een hele grote toegevoegde waarde, mag je hopen. Die is hoger dan de toegevoegde waarde die ze verbruiken om die dienst of goederen te kunnen leveren. Want anders gaat het, draait het via, draait het verlies, gaat het viert. Maar stel, het draait winst. Nou, en over die winst ga je een percentage heffen. Nou, wat je niet wil. Dat is dat bedrijven zomaar kunnen zeggen: van nou, weet je wat wij doen? Wij aan het eind van de week, alle winst, die wordt verdeeld onder de medewerkers. En met name onder meneer de directeur. En als de Belastingdienst komt, dan zeggen wij: ja, al het geld is op. <laughs> en dat wil je dus niet. Want dan sluis je al het geld weg naar privébezit. Nou, dat willen we niet. Nou, wat moet je daarvoor doen? Nou, je houdt bij in een samenleving wat het modale inkomen is van de samenleving. Dat neem je als uitgangspunt. En dan stel je, nou van het modale inkomen, daarvan gaat een tiende, een bijbels getal, een tiende gaat naar de algemene middelen toe. En wie moet dat afdragen? Ja, de onderneming, zou ik zeggen. Dat, dat lijkt me wel zo handig, want de onderneming heeft bijvoorbeeld 100 medewerkers in dienst. En over het modale inkomen gaat er een tiende. Ja, die mogen ze niet aftrekken van de winst, laat ik het zo maar zeggen. Dan ben je er klaar. En als je als bedrijf meer uitkeert dan het modale inkomen. Ja, dat mag je niet aftrekken van de winst. Punt. Dus daar moet je even voor gaan zitten. Maak je een heel eenvoudig schemaatje voor. En dan wordt het aan een bedrijf heel duidelijk. Dat. Ja, je kan niet zomaar als bedrijf een hele bak poen gaan vergaren. En dat dan eventjes privé uitkeren aan meneer de directeur. En vervolgens geen belasting betalen. Daar gewoon... roep je een halt aan toe. Door het modale inkomen te meten. Dus wat is het inkomen uh, wat 50% van de bevolking. Uh, ja, wat een, ja, wat de grens is voor 50% van de bevolking? Dus 50% van de bevolking verdient minder dan modaal. En 50% van de bevolking verdient meer dan modaal. Dat is niet het gemiddelde inkomen, maar het modale inkomen. Die moet je hebben. En iedereen moet meebetalen aan de grote pot. Wat is dat nou? Nou, zo los je dat op. En dan eh, is het bijhouden van de salarisadministratie, de loonadministratie, ja, dat stelt helemaal niks meer voor. Het enige wat je nodig hebt, is dat je ieder jaar weet wat het modale inkomen is van Nederland. En dat je dan ook afspreekt dat mensen die dus een eind onder het modale inkomen zitten. Ja, die, die hoef je niet... Uh, ja daar hoef je dus, Die hoeven hun tiende niet te betalen, lijkt mij. Pooi. Die hebben het al zo krap. Maar daar moet je niet te veel grenzen in aanleggen. En momenteel hebben wij in Nederland een... Dat heet VPB, de Vennootschapsbelasting. En die bedraagt 40%. Ik vind dat een beetje aan de hoge kant. Ik zou zeggen 30%. 30% van de bedrijfswinst gaat naar de overheid toe. En de rest houden de mensen lekker zelf. De bedrijven dus. Hè? Heb je lekker gezonde bedrijven? En bedrijven mogen dat geld als dan zo'n bedrijf houdt dan we ze in een jaar hebben ze duizend winst gedraaid en hoeven ze maar 300 belasting te betalen houden ze 700 over en die gaat op de bankrekening en dan kunnen ze op een dag gaan besluiten van uh, dat keren we uit aan de medewerkers en ja, waarom niet? Er hoeft dan geen belasting meer over betaald te worden want dat is al gebeurd. Die hebben al die 300 betaald over die duizend winst. Je moet ik nog even over nadenken, merk ik. Want er zou een belastingdingetje in kunnen zitten. Een maasje in de net, in de, in de wet. Maar goed, het kan in ieder geval een stuk simpeler dan dat het nu gebeurt. En nu wordt er echt op dubbeltjes uh, getwist. En dat moet je niet doen. Vakantiegeld moet je niet doen. Eindejaarsuitkering moet je niet doen. Het moet allemaal op één grote hoop. Zoiets moet het worden. Wat betaal je als bedrijf per jaar aan je medewerker? Oh ja, en dan ook nog als een medewerker werkt voor twee, drie, vier, vijf bedrijven. Dat er dan wel gekeken wordt naar het totale inkomen van die medewerker. Ja, als wij allemaal, Nikjes, een BSN-nummer hebben en dat hebben we allemaal al, dan is dat allemaal bekend. Dus. Goed in de gaten houden dat er niet mensen tussen zitten die zichzelf uh, gigantische salarissen laten uitbetalen en daar heerlijk van uh, ja, mooi weerspelen terwijl de rest van Nederland op een houtje bijt. Dat kan niet. Maar dat er mensen zijn die meer geld hebben dan een ander, dat moet je accepteren. Dat moet je ook niet gaan belasten. Waarom? De ondernemingen moet je belasten. Nee, ik denk dat als je uh, iemand zoals ik, die goed kan rekenen. en uh, nog wat andere mensen erbij, die goed kunnen boekhouden. Uh, ons doe je een weekje lang in een uh, congrescentrum ergens op de hoogte. Veluwe. Dan komen wij na een paar dagen. Uh, nou, hebben we wel alle koelkasten leeggesopen. alle whisky is op. <laughs> maar dan hebben wij een rapport. Met zo moet je het doen. Kijk, dat is economie. De economie staat voor zuinigheid. En zuinigheid dat is iets wat ook geldt voor degene die de toezicht houdt. Ook die moet zuinig zijn. Of juist die moet zuinig zijn. Want die heeft op zich een, ja, een weinig toegevoegde waarde. Vergelijk het maar met een voetbalwedstrijd. Ik heb die vergelijking eerder getrokken. De, de scheidsrechter... Uh, ja, die moet er zijn. Maar er zijn geen wedstrijden... Uh, heel beroemd geworden... omdat de scheidsrechter zo goed was. Maar wel dat... Uh, ja, dat doelpunt... Uh, dat de uh, neefkus die gooit hem eventjes links achterom... en dan kwam Kruif kwam eraan... en dat je... <laughs> weet weten die lui ook alweer... Neefkens, kruif. En, heb je die vent van Feyenoord met die, uh, die enorme haargroei in zijn gezicht. Iets met een haar was het. Een overheid moet per definitie. Uh, een, ja, een achtergrondrol spelen. En dus niet duur. Je moet heel zuinig aandoen. En wat we nu hebben. Dat is een, een toezichthouder die is nou, volgevreten vet. Ga maar kijken bij... Uh, ja. Ja, Ga maar kijken in een steden als Soetermeer waar het ministerie van Onderwijs zit. Of zat toen. We hebben een gebouw, man. En dan ga je eens kijken bij uh, ja, een, een fietsenmaker hier in Arnhem. Waar ik dan mijn uh, fiets in het onderhoud heb. Ja, die zitten gewoon in uh, ja, een dingetje van niks. Daar nou is die man heel tevreden daarmee. En die hoeft ook echt niet meer. En... Maar het verschil is wel heel groot. hè. Maar dan krijg je overheidsgebouwen, verzekeringsmaatschappijgebouwen. Het ziet er allemaal geweldig uit. En ik gun het die mensen van harte. Het is alleen de vraag of de samenleving het wel kan trekken. Nou, iedereen moet meewerken aan, uh, het, aan de toegevoegde waarde voor ons allemaal. En die krijgt daarvoor dan een vergoeding in euro's. En die vergoeding in euro's die moet uh, wel in verhouding staan tot de toegevoegde waarde van die persoon. Of groep van personen. En als je dan kijkt naar wat de overheid kost en wat ze daarvoor teruggeven, dat is angstaanjagend. Ik schat in dat onze overheid ons meer dan 50% van de toegevoegde waarde kost. En we krijgen daarvoor terug. Ja. Nou, mensen. Ja, er zijn dus mensen met een uitkering. Maar ja, er zijn ook een hele hoop mensen met een uitkering. En ik ken dan twee gevallen van een alleenstaande moeder. En die kinderen die zijn nu in de twintig allebei. Uh, die ene die is zwanger. Die heeft binnenkort een kind. En die andere is een paar jaar ouder, dat is een man. En die heeft al sinds jaren dag een uitkering. En allebei werken ze niet. En die gaan niet werken, ook niet. Uh, die gaan hun hele leven lang aan de uitkering zetten. Daar ziet het nu naar uit. En allebei mankeren ze helemaal niks. Ja, ze hebben een hele grote mond, dat wel. En ze kunnen, als ze kritiek krijgen, kunnen ze daar heel erg boos over worden. Dat pikken ze niet. Dus vandaar dat geen werkgevers ze in de tent wil hebben. Want als ze wat fout doen en je zegt er wat van. Dan uh, gaan de, de dakpannen van de, de garagehal af. En aan zo'n medewerker heb je niks. Kortom, we zijn asociale mensen. En die krijgen dan een uitkering. En die alleenstaande moeder, die heeft dan wel werk. Die is zelfstandig ondernemer. Dat is dan mooi. Maar die kinderen uh, voorlopig niet. En zo ken ik ook het geval van een man uit Libië. Die heeft een, een vrouw zwanger gemaakt, een Nederlandse vrouw. En die heeft hem gedumpt. En hij heeft dan de zorg voor dat kind. En zolang ik hem ken, heeft hij een uitkering. Ja, een geval uit Libië. En hij zei nog tegen mij: dat was wel dramatisch. Ik vind het best een aardige gozer hoor. En hij zei tegen mij: van, Ja, tegen mijn familie heb ik verteld uh, dat ik nog steeds. Uh, ja, hè, dat we een gezinnetje hebben. Nou zei hij: Want ik wil het ze niet aandoen om ze de waarheid te vertellen. Dat ik een vrouw zwanger heb gemaakt en dat die vrouw er vandoor is. En hij heeft dan het kind. En hij heeft een uitkering. Dus hij. Ja, als een beetje de, de schone schijn op naar zijn familie. En, uh... Kijk, waar zat hij ook alweer? Die stad daar rechtsboven aan de kust. Niet Tripoli. ...in die andere stad, eh, uh, Cassie of zo. Kan dat kloppen, ja, het is wel heel sneu die man. Maar dat die man een uitkering krijgt, uh, daar klopt dit niet aan. Ik snap ook niet dat die man überhaupt naar Nederland is gekomen. Want toen hij hier naartoe kwam, ja, hij vond dan het regime in uh, Libië, dat vond hij mij helemaal niks. Maar hij was een economische gelukszoeker. Meer niet. En dan met zijn mooie witte tanden en zijn fijne Libische babbel uh, heeft hij een, een Limburgs meisje met benen geschopt. Ja, nu zit hij aan de uitkering. En hij klust er zwart bij. Dat weet ik ook. Ik gun het hem allemaal wel. Dus het gaat me niet om die man persoonlijk. Maar het gaat me er even om wat we nou terugkrijgen... voor die meer dan 50% die wij aan die jongens en meisjes van de overheid betalen. Het is niet veel. En toen ik uh, Rock Bottom zat... heb ik gepoogd om, nou heb ik gewoon verkend van uh, hoe zijn mijn kansen om een uitkering te krijgen. Nou, uh, nee eigenlijk, niet. No way. Daar ging ze echt heel moeilijk over doen. Nee, hebben ze me wel geholpen om dan een baantje te krijgen. Maar dat vind ik dan ook zoiets. Kijk, ik loop dan nou uh, toiletten schoon te maken in de gehandicaptenzorg... en die man waar ik het over heb, uh, die zit de hele dag thuis. Een beetje in zijn elektronica-blaadjes te bladeren. Hij kan heel goed solderen, daar verdient hij zijn, uh, ja, zijn zwarte geldstroom mee. Ja, die loopt niet met de zwapper met te zwaaien... Dus wat krijgen wij ervoor terug? Behalve van die overheid: een hele hoop bemoeienis. Ik zou het niet weten. En een grote mond over CO2-problemen en NO2-problemen. Jongen, 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 jongen. En dan hebben ze ook nog het, het lef om. Ja, punt 1: de BTW als belasting in te voeren. Dat hebben ze gedaan in 1969. Die belasting is nog niet eens zo oud. Hè? Ja, ook inmiddels weer 50 jaar. Maar, hè? En toen de BTW werd ingevoerd, was het uh, nou, nou, een klein percentage. Het moest toch kunnen? Ja, inmiddels. Nou, ik vind het schandalig hoor. En het buiten alle perken. En wat ik ook schandalig vind is dat er geen politicus is die stelt dat er een, een consensus moet komen... En goed doordacht, voor mij met het Centraal Planbureau erbij, en nou, iedereen mag er mee over nadenken. En wat is nou de optimale belastingdruk voor een samenleving zoals Nederland? Of liever gezegd dat er een model komt, voor mij vanuit de Verenigde Naties, waarin, het, waarin iedere regio de eigen parameters in kan voeren... En dan druk je op enter en dan komt daar een percentage uit. Van dit is de hoeveelheid die je in een optimale uh, balans mag innen van je volk. Als overheid zijnde. Uh, landers gezegd, terug naar die scheidsrechter in die voetbalwedstrijd. Kijk, als er hele hoge belangen op het spel staan. Dat de Ajax tegen Feyenoord en die voetballers uh, die, die verdienen drie ton per jaar of zo. Ja, dan mag een scheidsrechter ook naar huis met uh, een behoorlijk bedragje voor zijn fluiterij natuurlijk. Maar een scheidsrechter die loopt te fluiten voor uh, Buitenvogels West. Je weet wel, die leuke, klop, uh, leuke club uit uh, Sandam. En ja, uh, zo'n scheidsrechter die gaat naar huis met. Uh, die, nou, ik ken gevallen die gaan naar huis met helemaal niks. Die mogen op zaterdag fluiten en uh, dan krijgen ze misschien van de club krijgen ze twee biertjes naar afloop omdat ze gefloten hebben. Snap je? En hier zouden wij duidelijkheid over moeten vragen. aan onze fijne jongens en meisjes van de regering. Er is het hoog tijd voor. Hè? Ik heb al overwegen. van goh, zal ik zelf een politieke partij op gaan richten? De, 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 de rationele partij of zo. Rationele 21 of zo. Van de 21ste eeuw. Afgelopen met die emotionele toestand, alleen maar rationeel. Ministerie van Landbouw, afschaffen. Afschaffen. En dan waarschuwen. Je kan het niet van de een op de andere moment afschaffen, als een ministerie van Landbouw. Dat, dat zou onmenselijk zijn. Maar dat je zegt, ja, nou, uh, we gaan het afbouwen. Dus in nu in tien jaar heb je geen ministerie van Landbouw meer. Een totaal ontmoedigingsbeleid voor iedereen die daar wil gaan werken. En een aanmoedigingsbeleid voor iedereen die op zoek gaat naar een andere baan. Ja, ga je godsnaam ergens anders werken. Ministerie van Onderwijs en Cultuur, afschaffen. Oh, maar het Rijksmuseum dan? I don't care. Ik wil wel eens weten hoeveel mensen dan eigenlijk geïnteresseerd zijn in het Rijksmuseum. Ja, ik niet. En noem mij maar een cultuurbarbaar. Maar... Ja, persoonlijk, ik vind Rembrandt een uitermate uh, saaie schilder. Karel Willink, dat vind ik interessant. Dus ik heb, heel lang heb ik Simon de Pilaar, heilige, in mijn woning gehad. Dat was natuurlijk een reproductie. Is niet het origineel natuurlijk, maar een reproductie ervan. En die had ik netjes uh, in zo'n posterwinkel gekocht. En een mooie lijst eromheen. Dat waren mijn rijke tijden, man. Die hing boven mijn piano. En hier in huis heb ik de, het schrijven van uh, Van den Berg. Metabletica ...metabletica van de. Wat is dat weer? Metabletica van de materie. Ik heb ook metabletica van Van den Berg, maar ook metabletica van de materie. En daarin wordt uitgelegd uh, wat meneer Willink nou precies bedoelde met uh, Simon de pilaarheilige. Er zit wiskundig in elkaar namelijk. Yes. Kijk, dat is van mij kunst. En dat, uh, dat gekwast van Rembrandt. Ja, gaat er weg. Leuk voor die buitenlanders. En het lijkt mij dat het Rijksmuseum. dat moet zichzelf maar kunnen bedrijven, hoor. En uh, de meeste moderne kunst. Uh, gaat er weg. Zoals hier in Arnhem. Daar hebben, hebben ze. Dat ja, te gek voor woorden hoor. Kijk, Arnhem ligt tegen een heuvelrug aan. Dat is de Hoge Veluwe. Het begin van de Hoge Veluwe is, is, maar, is hier een paar kilometer naar het noorden. En dat gaat allemaal omhoog. Dus Wim, mijn vriend Wim, Wim Kruidentuin. Als ik daar naartoe moet om de auto te halen. dan moet ik op de fiets. Ja, ik kan ook lopen, maar. En dan ga ik op de fiets. En dan moet ik op de pedalen staan. Dan moet je omhoog. En vanaf Wim, als je nog verder naar het noorden gaat, moet je nog verder omhoog. We hebben zo'n arbeiderswijk, die heet Geitenkamp. Die heet ook wel uh, op de Bult wonen. Als je daar woont, dan woon je op de Bult. Nou, als het nou gaat regenen, en dat doet het natuurlijk in Arnhem ook... dan gaat al dat water, dat gaat omlaag. Dat gaat niet per se over de stoep omlaag. Nee, dat gaat ondergronds ook omlaag en dat vormt ondergronds dan uh, ja, stroomkanalen. Dat lijkt me een weer dus. Ja. Nou loopt er hier door het centrum een beek met al dat water wat van boven komt. En die beek die hebben ze lang geleden onder de grond gestopt. Dat vonden ze toch makkelijker toen. Uh, mij maakt het ook niet uit. En die beek die heb je hier in een park, daar, nou, daar kan je het dus zien stromen. Dat is best mooi, het Zonsbeekpark. Een van de oudste stadsparken, of het oudste stadspark van Europa. Best mooi. En er is ook zo'n straat hier en die heet de Beekstraat, of de Bovenbeekstraat. Zo, maar daar zie je helemaal geen beek meer. Maar dat was, vroeger was dat een beek. Nou, wat hebben ze nou gedaan? Hebben ze hier op het Marktplein, hebben ze een stuk van die beek... Uh, ...naar boven gehaald. Maar dan moet je weten... ...dat is echt zo stom... ...die beek... ...die stroomt... Uh, ...anderhalve meter... ...onder het... Uh, ...noem het maar het voetgangersniveau. Dus niet het maaiveld, maar nou, misschien maaiveld, ja. Dus anderhalve meter lager. Of nog lager... Ja, dat is natuurlijk niet leuk. Want wat ze hadden kunnen doen was een enorme gleuf graven van drie meter diep of zo. En dan zou je die beek kunnen zien stromen. Ja, dat vonden ze niet leuk. Nee, dus dan hebben ze die beek omhoog getild. Ja, die, die geloof je eigen ogen niet. Dan hebben ze die hoger gemaakt en een enorme pompinstallatie. En die pompt dan dat water omhoog. En dan zie je dus hier in Arnhem als je over het plein loopt, zie je een, een metertje naar onder, drijft zo heel langzaam het water van rechts naar links. Of van links naar rechts, ligt eraan aan welke kant je eraan voorbij kijkt. Met een pomp! <laughs> en dan hadden een stelletje jolige Arnhemmers, die hadden in die beek goudvissen losgelaten. Dat vond ik eigenlijk wel een leuk idee. Die goudvissen, die heb ik niet horen klagen hoor. Die, waren, die zagen er lekker gezond uit. En de overheid helemaal boos. Oh, die goudvissen moeten eruit. Allemaal artikelen in de kranten. Hebben ze zelfs nog een professionele visser ingehuurd en die heeft met een schepnet die goudvissen eruit gehaald. Ah, ah, ah. Maar dan willen ze ook voor de kunsten. En wat hebben ze er dan gedaan? Heeft een kunstenaar heeft allemaal zandzakken langs die beek gelegd. Snap jij het nog? Snap ik het, wel? Zandzakken. En op iedere zandzak, daar had hij een kreet op. Van, uh, hallo, goeiemorgen. Uh, uh, Totaal ledige kreten. Kunst. En hoe komt dat? Ja, dat komt doordat je een ministerie hebt van cultuur. En dan krijg je dat soort maffe toestanden. Dat is gewoon afschaffen. Ministerie van Onderwijs en Cultuur, afschaffen. Maar weg ermee. Jongens en meisjes mogen allemaal naar huis. Op termijn dan, hè. Gewoon in eerste instantie zeggen je, nou, we schaffen het af. Over tien jaar bestaat het niet meer. Ontmoedigingsbeleid voor iedereen die er uh, wil gaan werken. Hetzelfde geldt voor het ministerie van Gezondheid. Afschaffen. Ja, maar hoe zit het dan met de toezicht op de ziekenhuizen? Nou, wat dacht je van dat iedereen die naar een ziekenhuis is geweest, dat die achteraf op het internet aan mag aangeven hoe tevreden die is? En of het überhaupt geholpen heeft? Kijk, het is een best bewaard geheim dat van de mensen die naar het ziekenhuis gaan, dat slechts 20% van de mensen effectief geholpen kan worden. En die andere 80%, daar gaan ze dan hun best voor doen. Ja, ik laat even een pauze vallen. Want als ik... Oh wow, nee, maar dat betekent dus dat het best gevaarlijk is om naar het ziekenhuis te gaan. Goed zo. dan Heb je dat goed begrepen? Als er een plek is waar je naartoe kan gaan alleen als je beschikt over een uitermate goede gezondheid, dan is dat het ziekenhuis. Nou, en wat je absoluut niet moet doen, dat is met vage klachten naar het ziekenhuis gaan. Want dan... Ja, mijn vader heeft dat gedaan en die heeft dat er niet levend van afgebracht is overleden aan een ziekenhuisbacterieinfectie. Nadat hij nog drie weken heeft mogen rochelen op de intensive care unit van Harderwijk. Ja, dus wil je lang leven, mijt het ziekenhuis. En staat mijn vader dan ergens op een statistiek dat je moet oppassen voor het ziekenhuis Harderwijk? Nee joh, natuurlijk niet. Nou, maar daar gaan we dan wel mee beginnen. Dan is het zo duidelijk welk ziekenhuis te vies voor woorden is en welk ziekenhuis best wel aardig is. En wat is überhaupt effectief? Wist je dat mensen met een lage rugpijn, die worden door de huisarts rustig doorverwezen naar een ziekenhuis om dan een foto te laten maken van de onderrug? Dat moet je helemaal niet doen. Lage rugpijn komt doordat de schouderpartij en de nekpartij, dus bovenin, daar is het verstramd. Daar moet alle bewegelijkheid van de ruggenwervel die moet komen uit dat onderste stukje. Dat onderste stukje raakt ermee overbelast qua spieren en pezen. Dat gaat een pijn doen en dat moet je dus met rust laten. En als je één ding zeker niet moet doen, is dat je dat gebied gaat bestralen met radioactieve straling. Ben je helemaal gek geworden? Dat moet je met rust laten. En die mensen moeten hun schouderpartij, een nekpartij, die spiermassa daar, die moet los. En dat doen ze in de regel met hele eenvoudige oefeningen. Ik heb dat namelijk ook gedaan en dan ben je er echt in een week. Binnen een week was ik er vanaf. Binnen een week uh, begon de zon weer te schijnen. En nou, nog, nog een weekje lang volgehouden met die oefeningen. toen was klaar. Was mijn lage rugpijn weg. Ja, ik wil maar zeggen, er wordt nogal belachelijk gedaan over gezondheidszorg. Oh ja, en homeopathie. Daar zitten ze de godgansen tijd over de oude hoeren. Ja, dat kan niet werken. Nee, maar het, het werkt dus wel. Ja, dat is een placebo-effect. Ja, wat maakt mij dat nou uit? Als het werkt, dan werkt het. Kijk, als je vage klachten hebt, moet je niet naar de allopaat. want zo heten die, uh, die jongens en meisjes hier van het ziekenhuis. Met vage klachten moet je naar de homeopaat. Dat is veel effectiever. Met mijn dochter dan ook, daar luistert dan niet naar mij. Een fijne, moderne ding. Maar die heeft ook al jaren een dag van die vage klachten. Dat heb ik tegen haar gezegd. Nou, jij moet naar Wim, Wim Kruidentuin. Die is homeopaat. Die heeft zo'n. Ja, hij mag dat, dat mag dan weer niet meer. Hij mag zich geen homeopaat meer noemen. Maar hij heeft wel die kennis. En hij heeft ook dat boek van Haneman. Uh en ik dacht al, ja, ideaal, want dan moet zij, voordat ze bij Wim is, moet ze twee kilometer lopen tegen de bult op. Dan moet ze ook weer twee kilometer lopen van de bult af. Het hele geintje kost haar een hele middag. En dat is dus een hele middag lang. Die staat in het teken van, ik ga van mijn probleem afkomen. In plaats dat ze met de overchipkaart chipkaart naar het allopathische ziekenhuis gaat en daar laat bloed prikken. En binnen tien minuten ben je weer buiten en dan maar wachten op de uitslag. dat vind ik dus geen gezondheidszorg. Bij een homeopaat heb je een vraaggesprek en dat duurt bijna drie kwartier. Mag je drie kwartier lang vertellen hoe het met je gaat? En dan niet uh, zomaar een beetje in het blauwe hinein oreren. Nee, dan moet je concrete vragen beantwoorden. Want als je s'morgens wakker wordt, word je dan wakker op je linkerzij of op je rechterzij? Kijk, dan gaan we praten. Ja, in de zin van dan ga je echt nadenken en vertellen. En you believe me, dat homeopathie helpt. En al komt dat door het placebo-effect, ja, maakt mij niet uit. Maar het kan in elk geval geen kwaad. En dat kan je van de allopathie, getuige mijn vader, niet zeggen. Die daar met vage klachten belandde en toen de vage klachten inmiddels voorbij waren, gingen ze toch maar opereren en eventjes daarna was hij dood. Kijk, dat zijn hele andere cijfers. Dus het ministerie van Gezondheid, afschaffen. Kijk, dan krijgen wij een stuk prettiger uh, het ministerie van defensie afschaffen. Wat mij betreft huur je dat in. Ze nemen een of de beveiligingsbedrijven uh, van mij, bijvoorbeeld Lockheed Martin of zo, uh, die moeten dan als eerste uh, ja, moet er een, een risicoanalyse gemaakt worden van welk risico loopt Nederland eigenlijk. We gaan dus niet meer de rotzooi van een ander opruimen in Afghanistan. Daar houden we mee op. Dat is ook laatst. Er is aan het licht gekomen dat we bij een F16 operatie, ergens in Afghanistan, heeft een Nederlandse piloot een, een, een dorp met goed bedoelende burgers aan Vlaarden geschoten. Ja, dat, dat doen we gewoon niet meer. Als iemand zegt: ja, we hebben een heel groot probleem in Irak. Ze nou Saoedi-Arabië een keer vragen of zo? Ik ga daar maar lopen zeuren, maar wij doen het niet meer. Wij doen geen buitenlandse missies meer, helemaal niet meer. Klaar. Dus het enige risico dat wij lopen is dat een buitenlandse natie hier binnenvalt. Nou, wat is, het, wat is de kans daarop? En dan sluiten we daar een verzekering voor af. Ja, ons ben weet je nog? Economisch. En wat hebben wij nu? We hebben meer dan 40.000 man... Paraat. 40.000. En nagaan wat het kost per dag. En wat doen die lui? Een beetje achter elkaar aanholen op een stormbaan. Voor wat? Omdat de Russen eraan komen? Dat is weg, mafketel. Welke ministeries heb je nog meer? Afschaffen. Maar dat gaat niet gebeuren, dat snap jij ook wel. Nee, die ministeries, de, 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 iedere dag moeten er weer verhalen komen dat het maar zo goed is dat we een ministerie hebben van gezondheidszorg. Want die heeft een, een, een nieuwe wet, is er nu door de Kamer heen. En dan gaat het ministerie van gezondheidszorg gaat voortaan extra controleren bij de ziekenhuizen of ze wel uh, dit of dat of zus of zo doen. En er komt dan een, uh, een controlemanager met een nieuw controlemanagementbureau. En dat wordt dan gevestigd in Soetermeer of Utrecht. Dat weten we nog niet, maar daar gaat eerst over vergaderd worden. Ja. En wij maar betalen. En wij ons maar verbaasden op de kop krabben van hoe kan het toch? Hoe kan dat toch? Ik heb heel hard gewerkt, heel mijn leven. En ik heb helemaal geen pensioen. Ik ken een man en die uh, heeft best een best leuk uh, baantje en wat hij doet is hij knapt uh, tuintjes op van uh, oudere vrouwen. Een man lief is uh, de pijp uit en zo'n vrouw heeft een lekker pensioentje. en uh, nou, uh, 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 die kan wel een tuinman uh, betalen. Nou, dat, dat beroep, uh, daar kan niet binnenkort. hij binnenkort, daar is dat op. Hey, ik denk even terug aan die ene jonge vrouw die ik ken, uh, kind van een alleenstaande moeder. Uh, zij uh, heeft een ongelooflijk grote mond, uh, dult geen kritiek, is nu wel zwanger, die heeft een kind, uh, die heeft geen baan. Ja, als die straks oud is, die zal ongetwijfeld heus wel een tuintje hebben, maar die heeft dan geen geld voor een tuinman. En zo gaat de Nederlandse economie heel langzaam generatie tot generatie uh, omlaag. Maar nou, dat ik het even weet. En straks niet gaan lopen huilen. Ja, maar dat wist ik helemaal niet, Piggy. Ja, je weet het nu. Ja. Bedoel, het is jammer. Dat vind ik ook. En daarom ga ik de volgende uitzending over economie. Dat wordt een economie nummer vijf. En ga ik het hebben over wat je, nou, wat je kan doen als mens. In deze belachelijkheid. Snap je? Want er is wel degelijk wat aan te doen. Wat is dat nou? Dit hoeven wij helemaal niet te pikken. Uh, yeah, yeah. Dan sluiten we lekker positief af. En lekker positief zeg ik tegen jullie op zijn hamburgers. Tjus. <laughs> en dag lieverds. En doe een beetje zuinig aan.